Vandaag trekt een kleine depressie van noordwest naar zuidoost over het land. Daar rondomheen veel bewolking en buien, dus op veel plaatsen wordt het vandaag nat. Vanochtend dan met name buien in het noordwesten van het land. Temperaturen dan op de meeste plaatsen rond een graad of 18. En de wind die waait hoofdzakelijk matig uit noordwestelijke richting. Landinwaarts is de wind eerst nog zuidwest. Vanmiddag dan draait de wind op de meeste plaatsen. Die is dan zwak en variabel in het oosten van het land. En dan vallen er eigenlijk zo goed als overal buien. Temperaturen dan tussen 22 en 24 graden. En lokaal bij buien is er kans op onweer en kan er veel neerslag vallen. Vanavond trekken de buien uiteindelijk naar het zuidoosten weg. En klaart het van het noordwesten uh, uit op steeds meer plaatsen op. Maar morgen dan start de dag bewolkt. Maar dan, en dan valt er nog een enkele bui. Later op de dag is er meer zon. En is het op de meeste plaatsen droog. Dan 20 tot 23 graden. Zondag. Dan is een dag met meer ruimte voor de zon, de wind waait dan ook zwak uit het oosten. Het blijft overal droog en temperaturen dan zo'n 23 graden aan zee tot zomerse waarden in het binnenland. Maandag is het op veel plaatsen nog een graadje warmer, met later op de dag kans op buien. En vanaf dinsdag dan wordt het weer een beetje wisselvallig zomerweer. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.